die dam heeft geluk. Weer een nieuw kunstwerk erbij. Ontworpen door Ineke van Geven Reuling. En ze heeft al eerder werk gemaakt. Dat was die rode kunstwerk waar ik al eerder over iets over heb gezegd. En nu heeft ze de heilige Isidorus uitgebeeld als vendelier. Deze is geschonken door de muziekvereniging Sint Isidorus. En dat is genoemd naar de patroonheilige van de boeren. De schutterij bestond natuurlijk in het begin vooral uit boeren. En dat je Isidorus terug kunt vinden is te zien aan de schop waar die op staat. Ja, en de kleuren zijn blauw-wit. Dus je kunt bijvoorbeeld, dat is wel grappig. Zie? Ja, nou is het in Nederland niet zo vaak wit. Het is vaak donker. Maar het is wel grappig om, als je dan toch blauw-wit doet, het op deze manier te doen. Kijk, de heilige Isidorus is geboren in 1070. En kijk, zie die schop. Als zoon van een boer werkte bij een landeigenaar. En kijk dan trouwens. Mooi glaswerk zeg. Hij heeft de laspuntjes ook. Ah, jongen, wat mooi. Laspuntjes ook precies op de plek gezet. Kijk, dat is even geconcentreerd werken. Maar het was in die tijd eigenlijk zo. Hij mocht van zijn baas niet bidden tijdens het werken. Toen heeft hij de bisschop om toestemming gevraagd. En toen mocht hij alsnog. Ik wil zijn hoofd even wat dichterbij zetten. Hij ging bidden tijdens zijn werk. En wat gebeurde? De baas gaat kijken, want die wil wel eens weten hoe dat gaat. En het blijkt dat hij gaat kijken en dan ziet hij dat de ploeg wordt voortgeduwd door een hele groep engelen. Eigenlijk was die Sint Isidorus al heilige tijdens zijn leven. Het standbeeld voor hem is wel uniek. Daar staat er nergens een van. Ik vind het toch, eens kijken. Het is weer bijzonder. Het is toch weer bijzonder, want kijk. Ja, die kunstenaar die kan er wat van. Ik ga nog even zien. Wat voor een leuke effect die je krijgt. Hier wolken daarboven. Ze was natuurlijk blij met blauw. Dat wit was gewoon niet nodig. Omdat de achtergrond vaak wit is van de witte wolken. Maar goed, later is die begraven, de goede man. En er werd gevochten om zijn reliquieën. Maar de koning Philips III van Spanje die vond dat hij het wel verdiend had. En zodoende beheerde het koningshuis zijn reliquieën. En toen koning Philips III van Spanje in 1400 geloof ik, ernstig doodziek was, toen heeft hij de reliquieën op laten halen van deze patroonheilige. En de volgende morgen, hij ging slapen. En de volgende morgen was hij weer beter natuurlijk. En sinds die tijd kon sinds Isidorus niet meer stuk. Mooi of niet mooi. En dit hebben we te danken aan de schutterij. Sint Isidorus, want het is ook de vendelzwaaier. Kijk, je ziet hier dat hij twee vendels in zijn
handen heeft. Dus hij heeft, de kunstenares heeft geprobeerd een combinatie te maken van enerzijds de vendelier en anderzijds de heilige. Dus die schop heb ik al aangegeven. Wat ik zelf heel aardig vind, is dat de indruk gewekt wordt alsof de heilige een pij aan heeft. Zeker zie, een kleed wat weer niet bij een vendelier past, maar wel bij een heilige. Hoewel Isidorus geen monnik was, maar kun je hier zien echt aan die arm dat het een pij is. En zo valt zijn kleed eigenlijk ook om hem heen. Maar de vendelier is de zware. Kijk, het is toch wel kenmerkend. Ja. Ze mogen blij zijn. Dit is een kort filmpje van Buurtlink. Hartstikke fijn. Ja, ik begrijp dat u de constructeur lastig bent. En er was een foutje in de krant. Ik heb ook een verkeerde naam genoemd. Ik heb Theo Holleman, maar dat was de perscoördinator. Ja, perscoördinator. En u bent Jos? Ik ben Jos Reurling. En u hebt hem gelast? En eigenlijk vanaf het ontwerpen van Ineke. En ja. Heb ik er iets werktuigbouwkundigs van gemaakt. Want ja, dan kunnen we iets bedenken, maar het moet ook echt gemaakt worden. Ja. Want het grootste constructieve punt is eigenlijk de onderaan bij die punt. Hè. Je kunt wel zeggen, we steken de schop in de grond. Ja. Maar bij windkracht 12 moet je wel blijven staan. En doet hij dat? Dat gaat hij wel doen, ja. Waarom? Want ik heb ook de berekening gemaakt. Ja? Ja, zeker. Oh, dus dat is niet zo eenvoudig. Oh, maar je hebt, dit zijn de familie? Wij horen bij de boog, zeg maar. En heel snel gemaakt. Ik hoorde net van... In 3 weken hebben we dat ding gemaakt. Maar zij zal het toch eerder ontworpen hebben? Ietsje daarvoor. Maar ja goed, ik geef ook nog les. En ik moet ook op school ook nog werk verrichten. Zeg maar, tentamens maken, tentamens nakijken. Ja. En dat soort dingen. Dus ja, eigenlijk de school die gaat voor. En dan moet je in de avonduren en de nachten en dan moet je proberen zo'n ding... Maar ik hoor dat het hoofd misschien al een keertje gedaan moet worden. Wat is daarmee gebeurd dan? Nou ja, dat ding is zelfs zo fris. En tijdens het plaatsen hebben we gemerkt dat de verf nog niet goed droog was. En dus daar hebben we een kleine herstelwerkzaamheid aan. Ja. Het ging allemaal zo snel. Ja. We hebben een week ervoor hebben we beton gestort en ik heb dinsdags nog gelast aan dat ding. Toen moest het ding dan naar de zinkerij voor het thermisch verzinken. Ja. Het moest nog gepoederkoot worden. En wij kregen hem vrijdags pas terug, zodat we... Nou, en dat vroeg ik me ook af. Het zal wel gaan roesten. Nee, die gaat niet roesten. Die gaat niet roesten? Die gaat niet roesten. Die staat er voor de komende 30 jaar staat hij er nou. Ja? Die is gegalvaniseerd en gepoederkoot. Ja, ik ben ook zo gek op die andere van haar. Groeikracht voorin. Ja. Heb ik ook een reportage van gemaakt. Die is rond. Dus het was voor haar natuurlijk een geweldig iets om vierkantjes te maken. Ja. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het machtig mooi. Ja, dat vinden wij ook. En vooral de herkenbaarheid. Hè. Ik bedoel, hij is van de vendeliers, hè, van de boog van de vendeliers van schutterij Sint Isidorus. Ja. Maar het mooie is dat eigenlijk de hele schutterij die herkent zich erin. Ja. Dus ja. Ja, het betekent wel dat de schutterij, toen die begon, alleen maar uit boeren bestond. Of nog steeds? Of, Nog grotendeels wel, ja. Het is, ja? Want, is het een boerenschutterij? Het is een boerenschutterij. Sint Isidorus is een boerenschutterij. Leuk, hè? Ja. Ja, we staan hier op de boerderij, hè? Ja. Nou, je hebt wel een mooi uitkijkje erbij, zeg. Ja. Ja, we staan hier bij onze ouders, hè? Waarom heeft Zevenaar dat niet, zeg? Ja, ik woon in Zevenaar. Ja. Misschien gebrek aan ontwerpers en gebrek aan werktuigbouwers, hè? Ja, maar eens kijken. Dus kunst hoeft niet duur te zijn. Ja, ik durf niet te zeggen wat... Ja, het is niet goedkoop, hè? Nee, dat lijkt me ook niet, hè? Maar goed, maar het mooie wel van dat ding is... ondernemers hier van binnen de groep, zeg maar, van de vendeliers en hier van de buurt... die hebben we benaderd om te kijken van, goh, hoe zit dat nou... die hebben allemaal donatie gedaan. Die hebben allemaal meer betaald. Ja. Dus... Hij is volgens mij nog niet helemaal betaald. Maar goed, het is een klein resterend bedrag, maar dat lossen we volgens mij. Ja, ik denk anders dat de gemeente wel wat erbij doet. De gemeente heeft wel wat erbij gedaan, maar de gemeente heeft ook extra heel veel hoge leesjekosten berekend aan ons. Voor de versnelde procedure.
Dus eigenlijk datgene wat we van de gemeente krijgen, gaat gelijk weer weg aan, aan leasekosten. Ach. Dus aan de gemeente hebben we... Dat is toch ongelooflijk, als je toch zo'n schat erbij krijgt. Ja, nou, de gemeente moet wel zeggen, zo'n de gemeente kunstkant. Heeft wel heel erg goed met ons meegewerkt om, om te zorgen dat dat ding hier ook komt. Ja. He, want eigenlijk de eerste woensdag na Pasen, daar hebben we een vergadering gehad en hebben we gegeven van, goh, ja, wat kunnen we doen? En toen is eigenlijk de idee ontstaan. Nou, toen hebben we ook, wist je ook meteen de plek? Hij komt hier? Ja, dat was gelijk. Dit is het middelpunt van Oud-Dijk eigenlijk? Nou, nu nog niet, hè, maar dit wordt dadelijk wel een heel belangrijk centrum. Punt. Want de weg die moet nog doorgetrokken worden die kant op. En die kant komt nog ontsluiting richting Zevenaar. Ja. En daar wordt dit eigenlijk wel een heel prominente plek in die dam. Ja. En er wordt Oud-Dijk is dit, hè? Dit is Oud-Dijk, ja. En, maar hier wonen uw ouders? Ja. U zelf niet? Nee. Nee. Dus je kunt er nog niet zo van genieten. Misschien nog een keer in de toekomst. Ja. En zou Oud-Dijk zich niet willen aansluiten bij Zevenaar? Een deel van Oud-Dijk ligt al in Zevenaar. Kijk, dus, ja, is dat zo? Ja, aan de andere kant van de snelweg, dat was vroeger die dam en dat is nu Zevenaar geworden. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds een stukje grondgebied van Oud-Dijk. Ah, kijk, we moeten, we willen toch nog een keer een poging doen. Om heel Oud-Dijk in te palmen. Nee. Op die, nee. En ook zo'n kunstwerk. Ja, precies. Prachtig. Nee, dat kan niet. Kunstwerk, nee. Dat blijft hier. Ja, terecht. Dan moet ik hier blijven. Dit hoort bij Oud-Dijk. En jullie hebben toch wel een beetje geschiedenis geschreven. Heel erg gefeliciteerd met jullie aanwinst. Dankjewel.